Voor de uitdaging van vandaag maak je een rondje. Wij hebben het gedaan met pionnen, maar het kan ook met wc-rollen zijn of kleine dopjes of ja, verzin iets leuks. We gaan spiegelen. Dat betekent dat je in het midden gaat staan en ik mag met mijn handen en voeten raken de pion aan. En diegene die het samen doet, je broertje of zusje, of je vader of moeder, die probeert het precies na te doen. Dus wat ik met de rechtervoet de pion raak, diegene dat na te doen. En als het goed gaat, gaat het tempo een beetje sneller doen. Dan zie je dat diegene dat zo snel kan volgen. Dat hij een foutje maakt. Oh, ah, kijk. Als dat is gelukt, dan gaat de ander naspiegelen. Dus nu is William aan de beurt. Je kunt het lastiger maken door of letterlijk te gaan spiegelen. Dus als zijn rechtervoet die kant op gaat, dan moet ik eigenlijk de linkervoet er nu op zetten om echt te spiegelen. Als wil je het nog lastiger maken, dan ga ik nu ook mijn rechtervoet op die andere zetten. Zet hem op.